En komt de Hemmers weer op voorsprong. 33-31. En zo zijn die ploegen behoorlijk aan elkaar gewaagd in de wedstrijd. Als Den Bosch er weer vandoor mag. En daar de score is van Willie Young. Anthony Coombs voor de Hammers. De prachtige score daar van Eric Nelson. Mooie paas. Goed opgevangen en ook uitstekend afgerond. En zo komt de Hammers op 35-33, de voorsprong dus. Dan Shanks opnieuw met de score. En dan zitten we inmiddels in de buurt van de rust. Waar de beide ploegen nog steeds behoorlijk aan elkaar gewaagd zijn. Dit is de laatste score voor rust. 40-41, een puntje voorsprong dus voor Den Bosch. Als de beide ploegen mogen gaan rusten en de cheerleaders het publiek gaan vermaken. De tweede helft komen we dan binnen bij de score voor de Hammers en het is 71-71. Nog steeds een lekkere strijd dus tussen die beide ploegen. Met de aanval en de score voor Den Bosch. 71-74, een mooie driepunter. En zo blijft het tot in de slotfase van de wedstrijd spannend. Als Dan Shanks hier vrije worpen mag gaan nemen met nog 44 seconden op de klok. Die is in ieder geval raak. 76-78 is de stand dan. En op naar 77-78. En ook die is raak. En de tijd in de wedstrijd tikt dan weg. In die hele spannende slotfase, maar de voorsprong is er voor Den Bosch en die ploeg zal uiteindelijk de overwinning naar zich toe trekken. Als deze bal gemaakt wordt, wordt de eindstand 77-81 voor Den Bosch. Dit was Sport op Zondag voor vanavond. Morgenavond kwam Joop van Nooy. Zwolle in het wit en de thuisclub Den Helder in de aanvallende rol met Delmay Harriman en John Dugan. Maar het schot zat niet mee in de eerste helft, bepaald niet. Twee nederlagen binnen een week tegen Amsterdam en tegen Weert brachten één vraag te bedden. En dat is namelijk de vraag, wankelt de koploper en de landskampioen in de Nederlandse competitie? Want Den Helder heeft problemen ook met Zwolle. Dat een grote voorsprong neemt in het eerste deel van de wedstrijd. Dit is Anthony Coombs. Voor de Hammers uit Zwolle. En Robin van der Putten, die zet een stand op het bord die onwaarschijnlijk klinkt. Het is 12-30. 18 punten voorsprong dus voor de bezoekers. En nogmaals, Den Helder leed al twee nederlagen. En er is dus zwaar werk aan de winkel in deze thuiswedstrijd. Hier is Erwin Hageman en Chris Mins met een dunk. En er ligt veel frustratie in die actie. Die is trouwens goed voor 15-31. De Zwollenaren blijven goed doorgaan met een hele mooie score van Bewefar. Niek Brands. En Eric Nelson met een driepunter. En daar is daar Dan Shanks. De man die zoveel opzien baarde in het eerste deel van het seizoen. Door heel veel te scoren. Dit is Bob Gonnen. Misschien ook wel in twijfels over de capaciteiten van zijn ploeg. Dit is een onderschepping, weer van Chris Mims. En die rolt het dan zo af. Zo komt Den Helder terug in de wedstrijd door een actie van Chris Mims. En Den Helder moet ook wel. Want het leeft dan in de wetenschap dat Amsterdam, de concurrent die op twee verliespunten minder staat, zijn wedstrijd tegen Weert na verlenging heeft gewonnen. Dit is Erwin Hageman en hij zorgt ervoor dat het verschil bij rust is verkleind tot 5 punten, 33-38. Maar in de tweede helft moet Den Helder toch wel degelijk langs de Zwolse ploeg heen. Zwollenaren die leunen op de Amerikanen Shanks, Coombs en Nelson. Maar kampen met veel blessures, dit is Chris Mims. 39-43. Verschil nog maar 4. En de Zwolse ploeg die eigenlijk maar 4 fitte mensen heeft, verslikt zich hier. Shanks raakt de bal kwijt. En Nie Nelson Richards zorgt ervoor dat het verschil nog maar 2 is. Weer Shanks. Shanks forceert, is de bal kwijt.
Die Nelson Richards, daar gaat hij weer. Mist dit keer. Een opgelegde kans om gelijk te komen, maar hier pakt Miller de bal. En het is Miller die de partijen naast elkaar zet. 43 gelijk. Nelson met een driepunter. En de ploeg van deze coach Marco van den Berg mist een aantal aanvallen achter elkaar. Den Helder gaat door en maakt 16 punten op een rij. Dit is Niek Brands. En uit gramschap blijft hij wat aan de ring hangen, maar het is een periode waarin Zwolle niet goed speelt en op achterstand komt. Delmay Harriman. En Chris Mims, de uitblinker van de wedstrijd. Zo loopt Den Helder uit in de tweede helft. Weer Miller. Het ziet er soepel uit, maar hij wordt geblokt. Dan de losse scrum om de bal, die wordt gewonnen door Chris Mims. En zo is het voordeel in de tweede helft steeds voor de thuisploeg. Den Helder mist, maar de fout is voor de Zwolse verdediger Boevar. Driekwart van de wedstrijd speelde Zwolle prima, maar had aan het einde geen verweer tegen dit soort acties als die van Nelson Richards. Weer Nie. Prima wedstrijd van hem en van Chris Mims. En zo dwingen ze Zwolle in het laatste deel van de wedstrijd op de knieën. Shanks. Hij wilde te veel. Nu scoort hij weer niet. En profiteert weer Den Helder. Miller opnieuw Nelson Richards. En zo maak je als koploper en landskampioen een wedstrijd af. Het wordt 79-64 dankzij Nie en deze trapezewerker Chris Mims. Met de dunk van Nelson Richards. Slap binnen winnen van Den Helder. Gisteravond probeerden ze het opnieuw. En Albert Santing weet of dat gelukt is. Thuis stunten tegen landskampioen Den Helder. Daar waren de Hammers op uit en na een wat slap begin zijn het uiteindelijk de Hammers die het heft in handen nemen in deze wedstrijd. Met hier Anthony Coombs en de drie punten zorgt hij voor de eerste voorsprong in de wedstrijd voor de Hammers. Shank de Tank. Dat slaat dan op Dan Shanks. Grieperig geweest deze week, spelend met koorts. En ook zeker aanvallend niet in de wedstrijd. En als Dan Shanks het dan niet doet, dan doet Anthony Coombs het. Alweer met een drie punten. En hij zorgt ervoor dat de Zwolse ploeg langzaam uitloopt naar een voorsprong van een punt of zes. De goede interceptie, Sergio Pangatjok. Een eenvoudige lay-up. En wat doet Den Helder dan terug? Misschien via topschutter Okke te Velde. Hij heeft nog niet gescoord en dan nu zijn eerste drie punten van deze wedstrijd. Okke te Velde, een beetje symptomatisch voor zijn ploeg. Absoluut niet in de wedstrijd. En dan Sergio Pangatjok. Hij zorgt met zijn drie punten voor de ruststand. In het voordeel van de Hammers 38-29. En dan wordt het nog erger voor Den Helder. Robin van der Putten. Ook met een drie punten. Maakt het verschil alleen maar groter. En als het dan van hele grote afstand moet, dan kan ook Anthony Coombs dat. En zo langzaam loopt de Zwolse ploeg uit naar een voorsprong van boven de 10 punten. Eric Nelson dan. Prachtige lay-up. En hij zorgt voor het grootste verschil in de wedstrijd. Een voorsprong voor de Hammers van 16 punten. Maar dan gaan de Hammers slordig spelen en geven Den Helder de mogelijkheid om terug te komen in de wedstrijd. Dit aangeven van Okke te Velde. En de prachtige lay-up van Chris Mims, topscorer aan de kant van Den Helder in deze wedstrijd. Okke te Velde dan. Nog helemaal niets gezien in die tweede helft. En hij brengt de Heldenaren terug tot een verschil van drie punten. En kan het dan nog voor Den Helder? Of zetten de Hammers een tandje bij? Dan Shanks scoort dan in de tweede helft. En dan loopt de Zwolse ploeg toch weer uit. En dan kan het niet meer misgaan. De haast bij Den Helder. Het goede blok van Tonak Brevaar. En Sander van der Holst met de dunk in het eindsignaal. En zo wint de Hammers deze wedstrijd met 68-56.
We gaan volleyballen. Setup 25. Plaats in de halve finale in de Maaspoort was de eerste wedstrijd in een best of three serie. Joop Vernooy doet verslag. Dit is Dan Shanks van Zwolle. In balbezit, de man die zo imponeerde in het eerste deel van het seizoen. Toen de Zwolse ploeg uitgroeide tot nummer 1 van Nederland. Shanks 1,94 en zijn landgenoot Anthony Coombs. Een hele bescheiden, rustige spelverdeler. Tennisser Pete Sampras is zijn sportheld. Dat zegt iets over zijn karakter. En Eric Nelson in de beginfase van de wedstrijd. Waarin hij onder andere deze bal weggooit. Want Zwolle speelde in de beginfase zeker niet goed. Zag ook coach Marco van den Berg. De 33-jarige trainer is heel wat anders gewend van zijn ploeg. Agressief, energiek, aanvallend spel. En dat was dus de vrees van Den Bosch. Den Bosch dat tot nu toe niet goed draaide. Maar in de play-offs vooraan wil staan, zie Ray Wingert. Hij wil door zijn tegenstander heen lopen. Ziet ook Jan Dekker. Hé, hey, daar is hij weer. 8 jaar is hij al in de Verenigde Staten. De oudspeler van Den Bosch. Maakte de grote tijden van Nashua en EBBC mee. Aan de zijde van Kees Akerboom. Dit is een score van Tyrone Mack in de wedstrijd. En het gat tussen de twee ploegen is dan al 20 punten. 29-9 in het voordeel van Den Bosch. Dat er als een haas vandoor ging. Want dat is het mooie met het play-off systeem. Je plaatst je en daarna kun je vanaf het nulpunt weer al je tegenstanders tegemoet treden. En dus Den Bosch, bijna altijd een vaste finalist in het basketbal, scorend via Tyrone Mack. Want ga maar na, de play-offs zijn nu 20 jaar oud. En slechts 3 keer ontbrak Den Bosch in een finale. En won 12 keer de landstitel. Adel verplicht dus. Dan de Zwollenaren. Weer met Dan Shanks. Hadden dus een imponerende competitiestart. En zijn nu aan hun tweede piek bezig. Scoren van Sander van der Holst. Voor Zwolle. Ziet ook Riley Smith. Dit keer is die coach. Mag uitrusten naar zijn buffelpartij tegen Amsterdam. Toen Den Bosch liet zien dat het klaar is voor deze play-offs. Ook al eindigden ze de competitie slechts als nummer 4. Zwolle is de nummer 5 van de competitie en is dus in deze play-off kwartfinale. Het krachtsverschil op papier tussen de beide ploegen het kleinst. Marcel Huibens scoort onderwijl voor Den Bosch. Stand is dan 35-17. En dan komt Dan Shanks weer op gang. Voor de ploeg van Marco van den Berg. Rebound voor Zwolle. Shanks. Aanlopen, stoppen en een driepunter, zo eenvoudig is dat. Maar het verschil is wel groot, 40 tegen 19. Want Den Bosch pakte de zaak bijzonder rigoureus aan. Was scherp. De blessures zijn genezen. Op die van Wiert Goudé na. Scoren onderwijl weer van Anthony Coombs. En dan is het 47-25. Tyrone Mack er nog eens overheen met een driepunter. En zo komt de ruststand op 52-28. En dan is het woord in de tweede helft aan de Zwollenaren. De ploeg die de laatste competitiewedstrijden imponeerde. Want de complete top 3. Amsterdam, Den Helder en Weert werd in eigen huis verslagen. Dus de interceptie van Nicolas Simic. Simic tegen Coombs. En Marcel Huibens. De beste Nederlander van de velden. Heeft daar moeite met die paas van Young. En daar gaat ook Wingert vergeefs naar het plankier. En is daar de uitbraak van Robin van der Putten. Op het paasje van Dan Shanks. Komt Zwolle op 63-42. En dan krijgen we een periode waarin Den Bosch het moeilijk heeft. Weinig weet te scoren. Dit is Wingert. Hij mist. En dan lijkt Den Bosch eventjes te vervallen in de oude fouten. Mist enthousiasme, mist teamgeest. En weet dan geruime tijd niet te scoren. Die periode zou 1 minuut of 5 duren. En dus komt Zwolle via Shanks gewoon weer terug. Het verschil was ooit 25 punten. Zwolle staat nu op 13 punten. En dan doorbreekt Marcel Huibens hier eindelijk de ban. 65-50. En op tijd heeft Den Bosch zijn play-off vorm weer te pakken. Dan Shanks verspeelt daar die bal en dan kan Simic erop uit.
Simic. En dan slaat Robin van der Putten in de ogen van de scheidsrechters de bal weg als die in de dalende lijn is. En dit is goaltending. En dus 2 punten voor deze Nikola Simic. En 17 punten voorsprong voor Den Bosch. Dat vervolgens de zaak in de slotminuten gewoon afmaakt. Dit is Willy Young. 69-59. En dan is de eerste overwinning voor Den Bosch. Nog een blok van de 2,21 meter lange Arno Schoenmakers. Nog één actie van Tyrone Mack. Maar wint Den Bosch met 79-70 uiteraard tot opluchting van topscorer Marcel Huibens. Kijk, je vecht het hele jaar voor deelname en daarna voor een goede uitgangspositie. Ja, dit was gezien de omstandigheden denk ik het maximale wat erin zat. En dan begin je thuis je eerste ronde en dan moet je gewoon winnen. En als het dan zo gaat, dan is dat een heel goed begin. Er lijkt sprake van een ommekeer bij Den Bosch. Dat er wat meer plezier is, meer enthousiasme, meer spirit. Ja, maar ja, kijk, dat team dat kan nu een beetje, zeg maar, een beetje in balans komen. Het is het hele jaar is het, mensen die afvallen en niet voor een week of twee, drie, maar gewoon echt voor maanden. En het is duidelijk dat het dan heel moeilijk is om een goede balans in je team te krijgen. En nu, sinds een tijdje kunnen we daar goed aan werken en dat merk je in de wedstrijden. Dat was in Den Bosch. Gaan we over naar Zeist. De play-offs van de nationale basketbalcompetities begonnen. 8 ploegen hebben zich geplaatst voor de kwartfinales. Afgelopen maandag won Den Bosch in een best-of-three-serie de eerste wedstrijd tegen Zwolle. Vanavond was in Zwolle de tweede wedstrijd. Het commentaar is van Joop Vernooy. Het was vol in Zwolle en de verwachtingen ook hoog gespannen. De thuisclub in het wit tegen Den Bosch. 12-voudig Nederlands kampioen Den Bosch. Weliswaar geen titelverdediger, maar toch een prachtig blok van Eric Nelson en de break van Zwolle met Dan Shanks. Die houdt die bal dan tot zijn ongenoegen, niet binnen de lijnen vast. Maar al met al speelt Zwolle dit jaar een knap seizoen. Vanuit het niets, de ploeg met de helft van het budget van waarmee de toppers het moeten doen, speelde het zichzelf in de top 6. En boekt verrassing na verrassing, maar krijgt hier een 3 punten te verwerken van Kortenrade. De stand is dan 8-10 in het voordeel van de bezoekende Bossenaren. Weer Kortenrade en Marcel Huibens. Dan mist de hele familie en komt Zwolle eruit. Op tempo met Eric Nelson scorend en hij trekt de ploegen bij 16-16 gelijk. Knap van de Zwollenaren, spelend met onbekende Nederlanders, nieuwe, rustige, bescheiden Amerikanen en een goed tactisch concept van de jonge coach Marco van den Berg. En nogmaals, er mochten geen wonderen van verwacht worden, maar ze verrichten ze tot dusver wel. Onderschepping weer van Zwolle met Anthony Coombs. Neemt zijn tijd en pakt dan zelf de 3-punter. Loopzuiver en dan is de voorsprong 27-19. Het verschil tussen de twee ploegen zou niet groter worden dan 9 punten in de eerste helft. Want Den Bosch gaat gewoon weer terugkomen. Weer met Kortenrade. En weer is de 3-punter goed. Verschil nog maar 5. 30-25. Zwolle moet dus winnen om een derde wedstrijd af te dwingen. Van de Putten verspeelt hier de bal. En dan kan routine en ervaring bij Den Bosch weer een rol gaan spelen. Simic. En Tyrone Mack, een van de uitblinkers van de eerste wedstrijd. En Simic besluit dan te schieten. En dan is het verschil klein, 34-31. En het verschil bij rust zou zelfs nog maar 1 puntje bedragen in Zwolle's voordeel. In de tweede helft meteen deze steal van Anthony Coombs. En de paas van Simic op Ray Wingard, die daar onder de basket was blijven staan. Verschil 2 in het voordeel van Den Bosch. 42-44. Sander van der Holst op Niek Brans. 51-49 voor de thuisclub. Patrick Kortenrade. En weer is de 3-punter goed. 1 punt verschil in het voordeel van Den Bosch. 3 punten eroverheen van Sander van der Holst. En dan is het 59-57. En is het duidelijk dat de ploegen elkaar op deze avond niets toegeven. Marcel Huibens voor Den Bosch. 59 gelijk. Coombs en Eric Nelson die al snel 4 fouten had.
En dan de score van Dan Shanks. 61-59 voor de thuisclub. Simic tegen Koems. Een waagstuk, maar het is raak. 61 gelijk. Riley Smith. Tussen hoop en angst. Marcel Huibens, hele mooie actie. 2 punten voorsprong voor Den Bosch. En de laatste minuut nadert. Shanks. Van afstand, een 3-punter. Hij is goed. Dan is het 64-65. Dankzij Dan Shanks, die dan ook nog 2 vrije worpen weet te benutten. Dan krijgen we deze bal van Robin van der Putten. En dan leidt Zwolle met 68-65. En wordt het een sensatie? Misschien. De kans nu voor Den Bosch, Simic. En er is Tyrone Mack. En de 4-punter is goed. 68 gelijk, 7 seconden van het einde. Dan Shanks met een poging. Laatste schot, eindsignaal klinkt. Maar het punt zit en het feest is voor Shanks en de mannen van Zwolle. Ze winnen met 70-68 in de slotseconde. Marco van den Berg is tevreden. Coach Riley Smith protesteert nog bij de commissaris, maar er valt niets aan te doen. Dan Shanks is de man van de wedstrijd en zij dwingen Den Bosch een 3e wedstrijd af. En die 3e wedstrijd zal zijn zaterdag tussen Den Bosch en Zwolle. En ook weer ten Donaren moeten op herhaling. Amsterdam en Den Helder hebben zich vanavond al wel geplaatst voor de halve finales. De Amsterdammers versloegen Rotterdam in 2 wedstrijden. En Den Helder rekende af met Voorburg. En morgen begint. Dat was afgelopen donderdag, nipt door Zwolle. Het werd 70-68. Dat betekende dat de 3e wedstrijd de beslissing moest brengen. Wie gaat er naar de halve finale? Joop van Nooy heeft straks het antwoord. En Den Bosch had dan in dat beslissende duel het thuisvoordeel, maar dat slechts tussen aanhalingstekens, want de eigen Maaspoort was bezet en dus werd er uitgeweken naar Sporthal de Schutskamp. Een hal die de spelers van Den Bosch net zo min kennen als die van Zwolle. Den Bosch komt wel aan de leiding door Ray Wingard. En dan Zwolle, dat dus op eigen kracht een 3e wedstrijd afdwong met Anthony Koems. Hij doet iets terug en het is dan 6-2 voor Den Bosch. Coach Marco van den Berg, hij zette iets moois neer met Zwolle dit seizoen. Dan Eric Nelson. En dat wordt goed benut door Robin van der Putten. Stand 8-7. Marcel Huibens in de problemen tegen Nelson. En daar is Willy Young. De rebound dan voor Tyrone Mack. En hij scoort ook 12-7. Zwollenaren namen afgelopen woensdag afscheid van hun sponsor Kees Lubbers. En een aantal zakelijke mensen probeert daar het goede werk in Zwolle voor te zetten op een goede zakelijke basis. Met misschien wel weer deze Dan Shanks. Dan weer Den Bosch. Een machtige dunk van Marcel Huibens. Dit is het spierballenwerk van de play-offs. En dat ligt Den Bosch goed. Weer Huibens. Weer raak. 20 tegen 13 dankzij Marcel Huibens. Onderschepping weer van Marcel Huibens. Er is een echte tussensprint van Den Bosch. Het is goaltending. Bal weggeslagen boven de ring en dus een score voor Den Bosch. En dan is het ineens 22-13. De winnaar van het duel mag uitkomen in een best of 5 tegen Amsterdam. Dat begint al dit paasweekeinde. Mooi gespeeld op Shanks. 35-26. In de rust zien we Jos Kuipers links en Cor van Es achter in beeld. De man die in januari als coach afscheid nam bij Den Bosch. En toen ging dus Riley Smith op de stoel van de coach zitten. En kwam het spelplezier terug bij Den Bosch en de betere prestaties ook. Reden waarom Den Bosch in deze play-off wel als een kanshebber kan worden afgeschilderd. Ondanks de 4e plaats in de competitie. En dat is dan mede dankzij deze Tyrone Mack. Mack tekent voor 47-31. En weer de volgende actie, weer Tyrone Mack. En weer is die goed. 52-33 en dan dreigt Zwolle gedeclasseerd te worden. Den Bosch in een echte play-off vorm. Maar Zwolle komt weer terug met Anthony Koems. 52-36.
En komt Den Bosch weer aanvallend vast te zitten. Of misschien toch niet. Hier is weer Tyrone Mack. Die zorgt weer eens voor een score. 58-42. Wingard. Moeizame aanvallen van Den Bosch. Wingard. Die mist. En daar staat de opraper voor Patrick Kortenade. En kijk eens wat de teamspirit van Den Bosch dan doet. Den Bosch weer op 20 punten voor. 62-42. Sander van der Holst met de driepunter. Want de Hammers geven zich niet gewonnen. Kortenade, nu mist hij. En Zwolle heeft haast. Mooie paas. En een prachtige afwerking van Eric Nelson. 75-57. Koems dan met de driepunter. Ook goed. Het verschil nog maar 10. 73-63. Nu is er nog 7 minuten te spelen. Sander van der Holst. En weer Eric Nelson. Den Bosch komt onder druk te staan. Het verschil is minder dan 10 punten. En dat is daar weer Marcel Huibens. Met een bevrijdende dunk. En kijk eens hoe ze dat uitleven. 77-67. En die dunk van Huibens was heel belangrijk. Want hier gaat weer Erik Nelson. Weer scorend. Benut ook de bonus. En zo komt Zwolle met zijn fanatieke toeschouwers steeds dichterbij. Koems. Robin van der Putten. En dan is het verschil nog maar 4, 78-74. Eric Nelson zorgt voor 80-76, want Den Bosch heeft via vrije worpen van Simic weer gescoord. Hier komt opnieuw een bewust uitgelokte P van Nelson. En dus mag Den Bosch weer naar de vrije worplijn. Het is weer Simic, de eerste benutte die. Dit is zijn tweede en hij zorgt voor 82-76. Het verschil was ooit 23 punten. Zwolle komt dus heel goed terug, maar waarschijnlijk is het te laat. Nog een keer Sander van der Holst. 82-78, het verschil 4. Maar dan is er nog maar een paar seconden te spelen. Den Bosch mist dan de laatste vrije worp. En het laatste schot is voor Zwolle. Maar dat treft verder geen doel. Het blijft 84-78. De Hammers kwamen heel ver, het was net niet ver genoeg. Riley Smith en Den Bosch plaatsen zich voor de halve finale van de play-offs. De nationale basketbalcompetitie nog maar net begonnen is, is er nog maar één ploeg ongeslagen. De Hammers uit Zwolle. Ook vorig jaar waren ze lange tijd de verrassende koploper. Vandaag probeerden ze hun ongeslagen status te behouden in de uitwedstrijd tegen Almere. Joop Vernooy. Vorig jaar hadden de Hammers uit Zwolle, spelend in het geel, de hoge klassering te danken aan twee Amerikanen, Anthony Coombs en vooral Dan Shanks. Nu zijn er nieuwe Amerikanen in hun plaats gekomen, maar is het team wel verder uitgebreid. En is de doelstelling nog altijd het bereiken van een plaats bij de eerste zes. Almere is een heel ander verhaal. De thuisclub moet het hebben van jong talent. Geen Amerikanen, geen Eurospelers, maar een opleidingsinstituut voor jonge spelers op eredivisieniveau. De Zwollenaren met deze spelverdeler Moyer en die paast op Eric Nelson. Een van de drie Amerikanen die wel bleef. Voorsprong dus voor de Hammers. 22-29. Almere doet dan wat terug via Juni Steenvoorde, 18 jaar, een van de grote talenten van Nederland. En dat betekent dat Almere weer in de wedstrijd zit. Ze kwamen aanvankelijk met 11-27 achter, maar zijn er nu weer terug bij. De score is van Moyer voor Zwolle. Dit is weer Juni Steenvoorde. En die paast daar op de senior van de ploeg, de 33-jarige Kees van Rootselaar. Maar diens schot mist doel. Dan krijgen we de actie van Mo Blanding. Hij zorgt voor een voorsprong halverwege. Ruststand 31-43. Dankzij Mo Blanding die al twee keer eerder uitkwam voor de Zwolse vereniging. Keith Moyer, de opvolger dus van Anthony Coombs, zorgt in de tweede helft voor een verschil van 13 punten. In het voordeel van de ploeg van deze jonge coach Marco van den Berg. Van Rootselaar weer met zijn jonge vrienden. Zoals Bas Bol en Juni Steenvoorde. Juni Steenvoorde.
36-48 is het dan en de thuisclub gelooft er dan nog altijd in. Van Rootselaar met een score. En dan lijkt het te gaan zoals vorige week. Toen won de ploeg bij Den Helder. Een sensationele uitslag zette de ploeg toen neer. Ze stonden namelijk 8 minuten voor tijd nog met 14 punten achter. Deze coach Jan Eggens denkt dat het er vandaag weer in zit. Want de Hammers missen hier weer. De break van Almere. En de score van Niels Voorenhout. En dan is het verschil nog maar 6 punten. 54-60. En wordt het moeizaam voor Zwolle. En dan komt Mooier met deze hele belangrijke 3-punter. En is het verschil weer 9. Maar de thuisclub heeft natuurlijk moed geput uit de sensatie in Den Helder. En scoort weer via Van Rootselaar en komt steeds dichterbij. Mo Blending verliest daar die bal. En een nieuwe kans voor de thuisclub om dichterbij te komen via Van Rootselaar. Verschil nog maar 5, 67-72. Zorgen bij Marco van den Berg en de zijnen. Niels Voorenhout weer een 3-punter. Verschil nog maar 3, 72-75. De Zwollenaren, blijven ze ongeslagen of niet? Dat blijkt in de slotseconde van de wedstrijd als Eric Nelson vrije worpen mag nemen. Het verschil is 3. En Eric Nelson benut één van die vrije worpen en dus is het gat nu 4 punten. Laatste aanval voor Almere. En een 3-punter is eigenlijk al niet meer voldoende. Van Rootselaar snijdt nog naar binnen, dan naar buiten op Kuzel. Maar de laatste noodzakelijke 3-punter valt niet meer. En de Hammers winnen in Almere met 72-78 en zijn ongeslagen koploper. Wat ons team betreft betekent dat we de beste start hebben die we kunnen wensen. Want we hebben een heel moeilijk schema gehad. En dat we ons doel om de Elite A zo snel mogelijk veilig te stellen en daarna verder te groeien, zover als het maar kan, dat we daar goed op koers voor zitten. Dat betekent het. Aan het begin. We gaan verder met basketbal. Naast de Nederlandse competitie is er ook een bekertoernooi. In groep 3 van het toernooi spelen naast Den Bosch ook Zwolle en Werkendam. De twee ploegen die het verrassend goed doen in de reguliere competitie stonden vanavond tegenover elkaar. Het commentaar is van Joop Vernooy. Nog voordat de wedstrijd in Zwolle begint is er een protest van Werkendam. En dat protest betreft de vloer. Er zitten ribbels en plooien in en dat komt dan omdat hij in het verleden bewerkt is door een tractor. Die is daar overheen gereden en dat is heel slecht voor een vloer. Kans op blessures dus. En Werkendam, spelend in het paars, is bang voor blessures. Werkendam tegen Zwolle. Dat zijn ploegen die voor kleur en geur zorgen in deze basketbaleditie. Ook al is het nu een bekerwedstrijd. Werkendam en Zwolle hebben goede Amerikanen en bovendien oog voor opleidingen en Nederlandse spelers. Dit is Keith Mooier. Spelverdeler voor Zwolle. Hij zorgt voor 6-4 voorsprong voor zijn ploeg die dus ongeslagen aan kop gaat in de Eredivisie. En dat zegt voldoende. Peter de Keizer voor Werkendam. Zorgt voor evenwicht. De Werkendammers verloren slechts alleen van Den Helder dit seizoen. En hebben dus in elk geval een goede basisformatie. Nu Dave Tuinstra en Wiert Goedé de gelederen zijn komen versterken van de ploeg van George Wolfs. Misser van Zwolle en een overname van Werkendam. Maar die is van korte duur. En dan komt daar Eric Nelson met de dunk. En dan is het 19-16. Eric Nelson is de enige van de drie Amerikanen van het vorig jaar die bleef. Shanks en Coombs zijn weg, maar de organisatie en het goede spel is weer van Zwolle dit jaar. Scoren van Robin van de Putten. Want bij Zwolle wordt professioneel getraind door jonge coach Marco van den Berg. Er is een eigen spelstijl. Kortom, er wordt hard gewerkt. Dan Werkendam met Dave Tuinstra. En de kleine guard, Quinton Hall, die wordt geblokt. En dus mag de thuisclub er weer vandoor. Mo Blending vanuit de hoek met een piekfijne 3-punter. Mo Blending speelde alles 2 keer eerder voor Zwolle. Hier is hij nog een keer met een prachtige dunk. Mo Blending met zijn feestje. De paas. En de dunk. Prachtig mooi, Mo Blending.
Dave Tuinstra voor Werkendam, gekomen van Donar. Maar daar verpieterde die en misschien bloeit hij weer op in Werkendam onder Jos Wolfs. Dan Urban Frits met de scoren. Frits spelend naast de point guard, naast Quentin Hall. Het is dan